Dag allemaal. In deze tijden je geloof levendig houden vraagt een andere digitale inspanning. Je mist enerzijds de vieringen in de kerk, kapel of woon- en zorgcentrum, maar anderzijds kan je via de computer de bisschop elke dag beluisteren of de Eucharistie volgen vanuit de kathedraal of, laat ons zeggen, de Abdij van Averboden. Ondertussen balanceren wij tussen de tijd van Pasen en Pinksteren en we zitten opgesloten, net zoals de apostelen en de vrouwen, en zijn angstig voor de buitenwereld. Maar we lezen ook in de Handelingen 1, vers 12 tot 14, dat zij eensgezind volharden in gebed. En al zijn we fysiek gescheiden van elkaar, toch mogen we ons verbonden weten in ons gezamenlijk bidden om de kracht van de Heilige Geest. Mogen we ons door hem laten vaccineren door de liefde tegen de virus van de angst, de moedeloosheid en het ongeloof. Net als de discipelen die uit hun kot kwamen om de grote daden Gods te verkondigen, worden wij door diezelfde Heilige Geest uitgenodigd om in ons kot hem te verwachten. Wat een feest zal het zijn als we uit ons kot mogen komen, elkaar terug mogen ontmoeten en delen van de goede dingen die God ons toevertrouwd heeft. In de lessen aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen in Antwerpen vertelde Bart Pape, de professor liturgie, dat de drie taken van de geloofsgemeenschap verkondiging zijn, diaconie of dienstbaarheid en liturgie. En van die drie is de verkondiging nu eenmaal het zwakke broertje in deze tijden. Ik moest eraan denken toen ik de prior van de abdijgemeenschap van de Nobertijnen in Grimbergen zijn homilie beluisterde. Hij vertelde dat Petrus in Jeruzalem met Pinksteren zo begeesterd sprak over zijn geloof in Jezus Christus, dat vele mensen aan zijn lippen hingen. En zij vroegen Petrus, wat moeten we doen? Bekeer u en volg de weg van Jezus, de Jood uit Nazareth die aan het kruis is gestorven en nu bij de Vader zit als Gods Zoon. En zij die deze woorden aannamen, lieten zich dopen, zodat er op die dag ongeveer 3000 mensen zich aansloten. Dat wil zeggen dat ongeveer 45% van de bevolking van Jeruzalem daar aanwezig was. En deze mensen, dat waren onze eerste christenen. Ik vroeg me af, samen met de prior, doen wij dat nog? Durven wij nog te spreken over Jezus als de Zoon van God? Doe ik dat nog? Verkondig ik de blijde boodschap? Durf ik te spreken over mijn geloof in de verrezen Heer? Ja, wel met gelijksgezinden, maar zo, zonder aanstoot te geven aan wildvreemden. Ik vond het de moeite waard om erover na te denken. En wil via deze weg dan ook heel duidelijk zeggen, deze man is zo volwaardig mens geweest, in volle transparantie, met het transcendente, met God, met zijn Vader, dat ik alleen maar het hoofd kan buigen en mijn handen openen. Het gaat jullie goed. Goedendag allemaal. In deze coronatijd moet ik toch regelmatig denken aan de handelingen van de apostelen. En aan de apostelen in hun begintijd. Want we waren bezig in geel, onder andere in geel, met handelingen van de apostelen te lezen en erover na te denken. En nu kunnen we ook onze bisschop volgen, die elke dag om 17 uur de eerste lezing van de dag, en dat stel ik dus uit de handelingen van de apostelen, verduidelijkt. En dan kunnen we in deze coronatijd, kan ik eigenlijk, niks anders doen dan in alle rust in mijn kot blijven. En bidden en er verder over mediteren. We voelen ons dan soms wel ongelukkig, want we willen uit ons kot komen
om samen met de apostelen te getuigen. Te getuigen waarvan? Jezus is voor ieder van ons gekruisigd, gestorven en verrezen. Hij heeft ons verlost en we mogen hem volgen. Maar dat lukt ons niet altijd goed. We zijn angstig. We blijven in ons kot, want we vrezen besmet te worden door het coronavirus. De apostelen ook waren angstig en bang om vervolgd te worden en te sterven. Maar wat zegt Jezus ons en aan de apostelen? Ik zend jullie de Geest, de Helper. Hij, de Geest, zal ons zeggen waar, wanneer en hoe wij moeten getuigen. Ik zeg wel getuigen, dat is niet overtuigen. Want als wij getuigen van Gods Geest, dan zal men van ieder van ons zeggen, dit is een echte christen. Waarom? We zien het aan zijn, aan haar manier van leven. Dus, laten we samen vanuit ons kot blijven geloven in die Jezus en samen met Maria onze moeder, zoals de apostelen, vol verwachting uitkijken naar de komst van de Heilige Geest, die ons kracht geeft. Veel succes en volharding aan allemaal.